Wat? Schil een courgette en snijd in hele kleine blokjes. Halve centimeter. Breng 1,5 liter water aan de kook. Wat is de manier om jouw geld te verdubbelen? Hou je geld voor de spiegel. Mix 1 eetlepel olijfolie in de pan. Zodat de pasta niet gaat plakken. Kook 2 kleine glazen met pennen 11 minuten, beetgaar. Af en toe roeren. Ja, die heeft er vandaag zin in. Waarin? In Karin. Ach zo ja. Na 11 minuten leeggieten in vergiet. Even onder koud water, dat goed uitlekken. Verhit 4 eetlepels arachideolie in de wok. Spreid 300 gram kip gehakt in de wok. Een theelepel zwarte peperkorrels fijn malen. Strooi de zwarte peper over de kipgehakt. Strooi 1 theelepel rozemarijn en 2 lepels tijm over de kip. Voeg toe middelgrote ui versnipperd. Zet vuur laag op 3,5. Na 1 minuut 1 teentje knoflook fijn gesneden. Na 1 minuut 1 courgette in hele kleine blokjes. Antje, noem 3 fruitsoorten op. Als je het nog 1 keer wil om je banaan in mijn moeders pruim te steken. Dan heb ik nog een appeltje met je te skillen. Laat courgette 6 minuten koken op stand 3,5, laag vuur. Af en toe flink opscheppen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, een Hollander rijdt met zijn oude Lada de rood. Een agent laat hem stoppen en zegt €200. Verkocht. Strooi daarna 200 ml kokerroom over de kipgehakt. Mix alles, kook 5 minuten op laag vuur, stand 3,5. Mix de pasta in de saus. Mix alles, strooi daarna handvol geraspte jonge kaas.
Wanneer de kaas is gesmolten, vuur uit doen. Strooi rucola sla over je bord met pasta. En wat geraspte jonge kaas. Komt de vrouw bij de dokter? Ze begint te roddelen over haar man, kinderen, familie en buren. Op een gegeven moment zegt de dokter, enigszins geïrriteerd. Zeg maar vrouwtje, mag ik nu wat zeggen? Maar dokter, u heeft toch zwijgplicht?